Hoe gebruik je de mails nou? Op het moment dat je de mails opstart, dan is dit de beginpagina die je krijgt. Je bent op zoek naar personen of voertuigen, in dit geval personen. Hier heb je de lijst met heel veel personen zoals je ziet. Hier kun je zoeken naar de persoon die jij aangehouden hebt of waarvan je de identiteit wil controleren. Pak er de bovenste persoon even als voorbeeld. Dit is de beginpagina van persoon. Hier zie je de identiteit, de volledige naam, de lengte, het burgerservicenummer. Kun je controleren of dit overeenkomt met het identiteitsbewijs. Geboortedatum en het geslacht. Hier heb je de rijbewijzen. Kun je zien dat deze meneer nog geen rijbewijs heeft. Hier zie je de carrière. Meneer werkt nergens en heeft ook geen secundaire job. Hier zie je de telefoonnummer van meneer. Meneer heeft geen telefoonnummer helaas. Aantekeningen. Hier kun je een aantekening maken. Bijvoorbeeld als meneer een aantal keer ontkomen is. Of als je iets na moet vragen bij meneer. Hier zie je de aantal voertuigen die meneer op zijn naam heeft staan. Hier kun je de aangegeven procesverbalen zien. En hier zie je de openstaande arrestatiebevelen. Hoe maak je nou zo'n procesverbaal? Je drukt op nieuwe PV. Dan een overtreding of een aanhouding. Vaak is dit een aanhouding. Druk je op volgende. PV-nummer, die kopieer je en zet je in het kanaal die jullie daarvoor hebben. De titel, poging tot doodslag, dat soort dingen. Plaatsen delict, daar staan nog een aantal plaatsen in die ik al een keer eerder heb gebruikt. De pleegdatum en de tijd, zoals je ziet 26/6/2024, geef je hier ook even aan met daarbij de juiste tijd. Dit is de tijd dat je dit verwerkt, dit hoeft niet per se de tijd te zijn dat dit gebeurd is. De overtreding. Hier zie je de overtreding die meneer gedaan heeft. Hier kun je bijvoorbeeld een artikel 4 poging tot doodslag. Geeft hij direct de celstraf weer, de taakstraffen en de geldboete die je meneer moet opleggen. Dit kun je aanpassen. Bijvoorbeeld als meneer lekker meegewerkt heeft, maak je er in plaats van 72,70 van. Omschrijving van het incident. Probeer dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Verdachte heeft dat soort dingen. Geweldsmiddelen. Zet hier een lijstje neer welke geweldsmiddelen er gebruikt moesten worden. Bijvoorbeeld als je meneer getaserd hebt, geef dat dan even aan. De verklaring. Dus zet hier de verklaring van verdachte neer. En herzieningen. Bijvoorbeeld als er een advocaat ter plekke komt, dat er eventueel straffen worden aangepast. Druk dan op maak en dan zul je zien dat hij hierbij tussenkomt. Dit is hoe je de mails gebruikt voor personen. Hoe gebruik je hem nou voor voertuigen? Hier zie je alle voertuigen. Pakken we heel even deze BMW M3. Hier kun je een aantekening erop zetten. Bijvoorbeeld als deze al meerdere malen gespot is met te donkere ruiten. Mocht dat zo zijn, kun je een bokmelding toevoegen. Hier kun je het kenteken van het voertuig zien, het model en de eigenaar. Als je op de eigenaar klikt, zul je ook weer uitkomen bij de eigenaar. Kun je controleren of die rijbewijs heeft. Deze meneer heeft gelukkig wel rijbewijzen. Hij heeft 54 voertuigen op zijn naam staan. Daar kun je het ook nog heel even controleren. Hij heeft 4 openstaande procesverbalen. Zoals je ziet al een aantal keer een procesverbaal. En een arrestatiebevel. Die heeft hij niet openstaan. Zo kun je meneer aan de hand van zijn auto en zijn identiteit heel even controleren. En nachecken. Dat was hoe jij de mails in het principe gebruikt.